Hallo iedereen, hallo YouTube. Scrollend op Facebook zag ik een artikel over het onderwerp dat Amerikaanse rapper Eminem nog eens een nieuwe album uitbracht. Waar een liedje op staat met als titel Lucifer. Nu, ik heb naar het liedje Lucifer geluisterd. En misschien ligt het eraan dat ik als echte Eminem-fan van het eerste uur meer fan ben van het werk dat Eminem bracht toen hij nog jong was. Een beetje de gangsterstijl, rap, zeg maar, waardoor Macho Man een beetje Macho Man is geworden. Omdat toen ik met Macho Man begon, mijn beeld van rap was wat ik zag en luisterde. Tupac, Eminem, 50 Cent, etc. Street style, gangster rap dus. Dat hoor je een beetje in mijn YouTube-clip, De Schrik van Beelden. Waarin ik daarom zing, alle flikken kennen mij en alle moslims en zo. Je hoort het ook in mijn iets minder bekende hit, Peace and Freedom. Waarin ik dit zing. Yo, I'm a macho. Heep, heep, heep. I'm Philippe, I'm a macho. Yo, 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 I'm a macho. Peace, 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 I'm a macho. For all my life, I'm a macho. Now say high five, yo, peace and freedom. That's the kingdom. God made grass and man made bush. Would you trust and would you lose your peace and freedom? Die song kwam er toen ik 14 jaar was. En ik een groepje laatstejaarsstudenten hoorde een hip-hop optreden geven. Op de school Regina Pages Tongeren, nu beter bekend als Vio Tongeren Borgloon. En ik dacht, dit wil ik ook. En zo begon ik deze song te schrijven. Zo werd ik uiteindelijk later Macho Man. Maar terug naar Lucifer van Eminem. De originele sample daarvan komt van een Nederlandse duo dat Mout en McNeil heet. En toen ik die sample luisterde, ik weet niet waarom, maar het deed mij een beetje denken aan de gloriejaren van onze Vlaamse Nicole en Hugo. Maar terug naar Eminem nu. Want wat velen waarschijnlijk niet weten, is dit. In het jaar toen Eminem op de mainstage van Pukkelpop stond, dat was in 2011 denk ik, als ik het mij goed kan herinneren, ook het beginjaar van Macho Man, was het mijn grote droom om naast hem te kunnen staan zingen op de mainstage van Pukkelpop. Vrienden van mij, die erg close zijn, hebben geprobeerd om dit te doen. Om dit toen voor mij te regelen. Pukkelpop gaf toen groen licht. Maar de entourage van Eminem, security, bodyguards, etc. gaven helaas toen geen groen licht. Dit omdat deze artiest Eminem toen dagelijks zoveel doodbedreigingen en zo kreeg, dat zij zijn eigen veiligheid en mijn veiligheid niet konden garanderen. Iets dat ik tot de dag van vandaag nog steeds spijtig vind, maar ook wel begrijp. Maar ook weer een leuk verhaal om als Macho Man zijnde te kunnen vertellen. Want, zonder hoog in de lucht te gaan zweven, iets dat ik nooit heb gedaan met Macho Man, en ook als persoon niet, en wel met beide voeten op de grond te blijven, iets dat ik altijd heb gedaan met Macho Man, en ook als persoon,
is het denk ik een feit om te kunnen zeggen dat niet veel Vlaamse artiesten dit ooit gegund of gelukt is, waarvoor ik meer dan dankbaar ben. Dit was mijn vlog, dames en heren. Bedankt voor het kijken. Hopelijk hebben jullie genoten en blijven jullie kijken naar nog meer nieuwe filmpjes en zo die online blijven komen op dit YouTube-kanaal. En de vlog, peace out, mic drop.